Jij bent niet goed, want kijk hoe je mij vervloekt. When I think about the things you do, ik weet dat die dingen die er zijn niet true. Ik ben Janette en leuk dat je kijkt naar een nieuwe video. Het is vandaag dinsdag en ik heb me helemaal klaargemaakt zoals jullie zien. Want ik ga zo meteen met Eva naar Den Haag en dan gaan we even shoppen, foto's maken. Want er is deze week toetsweek bij mij op school en ik heb alleen morgen een toets. Dus ik ben voor de rest de hele week vrij. En dus ik hoef ook niet te werken. Dus dat is echt super chill. Dus ik ga lekker naar de stad met Eve. Als je heel veel zin hebt in deze video, zou ik het super leuk vinden als je even een duimpje omhoog doet. En even abonneert op mijn kanaal hier beneden, helemaal gratis. En dan heel veel kijkplezier met de video. Voor de mensen die het willen weten, zal ik ze nou mijn outfit laten zien. Ik heb een zwarte trui met van een soort van, ja, hoe noem je dit? Zacht bont. Van de Pull & Bear. En een rokje van de Bershka. En ik weet nog niet welke schoen ik aan doe. Alleen ik ga nu naar de trein. Om Eefje op te halen. Oh nee, Eva komt met de trein langs Voorschoten en dan ga ik mee. Ja, maar dat wel zo. Oké, ik ben met Eva in Den Haag en wij zijn aan het lunchen. En wat heb je besteld? Nou, ik ga een broodje van gaan bestellen. Lekker. Lekker schat. Dit is wel echt super mooi licht. Nou, wij zijn lekker in Den Haag. Iedereen kijkt waarschijnlijk echt niet fucking raar. Waarom lach je? Wat vinden jullie? Moet jij net een trui doen of niet? Jackie? Goedemorgen, het is vandaag woensdag. Ik lijk echt net een jongen als ik mijn haar zo heb. Ik moet zo naar school, want ik heb mijn laatste examentoets. En daarna ga ik echt iets heel erg leuks doen. Maar ik moet nu een klein beetje haasten, want anders kom ik ook te laat op school. Want mijn toets begint om 9 uur. Maar mijn trein die gaat al om 8 uur 20. Dus jullie zien mij weer na school. Oké, ik ben weer terug van school. Ik heb even een andere trui aangedaan, want ik had het echt super heet. Geen idee. Dus ik heb een andere trui aan. En wat ik dus... Oh nee, ik zal eerst vertellen even hoe mijn toets ging. Want het ging eigenlijk super goed. En dit is mijn laatste toets die ik heb. Want de volgende toets, dat is dus mijn centraal examen. En die heb ik op 15 mei. Ik hoop echt dat ik het ga halen. Ik ben echt zo bang. Maar dat dus. En wat ik dus zo meteen ga doen, echt iets heel, heel, heel erg leuks. Ik ga namelijk mijn auto ophalen. Ik ben zo super blij. En ik ga dat natuurlijk filmen. Dus ik ga nu nog even een uurtje YouTube video's kijken. En dan ga ik mijn auto ophalen. En ja, ik neem jullie gewoon lekker mee. Oké, ik ga nu de auto ophalen. Ik ben echt super zenuwachtig. Jul! Ja. Ik ga! Doeg! Oh, ik ben zo blij. Dus ik ga even mijn schoenen aandoen en zien jullie mij zo meteen weer. Laat maar zeggen, toen we voor het eerst naar die auto gingen kijken, tilde ik ook deze jas aan. Maar het lijkt niet nu net dat ik hetzelfde aan heb, omdat je zo alleen dit ziet. Maar we zijn echt veel en veel te vroeg. Echt veel te vroeg. We zijn er nog niet. Ja, oké, maar het is kwart over en we hebben om 4 uur een afspraak. Lori. Leuker, hij staat al aan. Oké. Moet ik het zelf erop halen? Nou, als jij aan deze kant komt staan. Oké. Okay. Gaan we de zaal ophalen. Tadaa. Mega mooi. Echt heel mooi. Ziek? Nou, hij ziet er heel mooi uit. Hij is zo mooi. Jezus. Echt heel vet. Hij is mooi hè, pap? Hij is echt, echt top. En we gaan er nu in rijden. Oké, ik zit dus nu in mijn nieuwe auto. Die ik net heb opgehaald. En waar ik super, super blij mee ben. Het regent, ik weet niet of je de regen hoort, maar dat boeit me allemaal niet. Dus ik heb net een stukje gereden. En ik ben echt, echt heel erg blij. Ik heb gewoon een eigen auto. Doe even normaal. En
Ik ga nu even naar mijn moeder rijden, want daar is heel lastig om te parkeren. En anders komt straks iedereen thuis van werk, dus gaat het sowieso niet lukken. Maar ja, ik neem jullie sowieso gewoon mee. Alleen, ik wil die lift op de hoogte houden. Oké, goedemorgen. Het is vandaag vrijdag. En ik zit in de auto, want ik ga namelijk Lieke ophalen. En gisteren heb ik niet eens gefilmd, want ik moest... Volgens mij moest ik naar school. Wat moest ik nou doen gisteren? Oh ja, ik moest werken de hele dag. Dus ik dacht, ja, hij heeft geen nut om te gaan filmen. Maar ik ga nu even met Lieke. Ik weet alleen nog niet wat we gaan doen. En ik heb een nieuw truitje aan. Deze roze, ja, noem je dit, soort polo-achtig. En het is vandaag echt super lekker weer. En ik ga dus nu naar Lieke toe rijden. En dan ga ik haar ophalen. Oké, ik ben bij Liek. Ik heb geen idee wanneer ze komt. Ik heb haar wel geappt. Nou, dit staat niet echt top. Hoe is daar al? Ik ben met Lieke in de stad, in Den Haag. Zo, ik ben gewoon bij het adem van dit trapdoor. En we gaan even shoppen. En ik ging net inparkeren en het ging echt super goed. Er komt nu even een filmpje in beeld. Oké, het is 4:30 en ik ben nog steeds met Lieke in de stad. Maar we gaan nu naar de auto toe. Gaat die man hierin? Oh, ja dus. En dan gaan we naar, dat brengt Lieke even thuis. En we gaan zo meteen nog even laten zien wat we hebben gekocht. Of wil je dat niet? Oké, ik laat het sowieso van mezelf ook wel zien. Maar dat doen we dat wel even voor jouw huis. Ja. Want nu betalen we 1,90 voor 30 minuten in een parkeergarage te staan. En we hebben net even een paar foto's gemaakt. Hihi. Volg ons even op Instagram. Subtiele zelfpromotie. Oké, ik was net natuurlijk met Lieke in Den Haag. En ik dacht, ik heb een paar dingen gekocht en ik laat het snel even zien. Niet heel ingewikkeld. Maar ik weet dat ik anders vragen over ga krijgen. Als eerste deze wenkbrauwgel van de HEMA, want die van mij was opeens weg. Echt geen idee hoe. Dus die heb ik opnieuw gekocht en deze is echt beste wenkbrauwgel ooit. En deze is maar echt 3,50 of zo. Dan heb ik, deze had ik ook al in het zwart. Deze is namelijk van de Bershka en deze is echt super chill. Zo'n off-shoulder shirtje. En deze was maar 13 euro. Ondergoed. Even kijken wat ik meer. Dan heb ik deze chocolate bar, want deze vind ik echt super mooi. Dus ik dacht, ik heb al een bruine en deze wilde ik altijd heel graag hebben. Dan deze gele trui. En deze groene trui. En dat was het. Dat was alles wat ik heb gekocht. Ik ga me nu klaarmaken, want ik ga zo naar de verjaardag van Fem toe. Een voetbal! Ja! Laat even zien. Sven, kun je even lachen? Doe even normaal. Even lachen. Zullen we zingen? Als je ooit nog een keer een fucking armband kwijt bij mij ook, maar als je deze krijgt, dan ga je even je onderkind bij je ogen doen. Lekker prins! Lekker prins! Stay strong, you're perfect, Fem. Dat zegt ze altijd, loopt op school. Ik zeg, ik zit godverdomme tot 6. Ik ben uit, stay strong, you're perfect. Ik heb nu nog maar 4 uur les in de week. Je bent zo lelijk. Laat even zien. Excuse me. Wat een attitude. Echt hoor. Lekker Fem, kom op. Maar wat ik dus wil zeggen. Zie je wel mijn gore armhaar. Godverdamme. Valt mee. Sommige mensen scheren dat wel. Oké, het is al een aantal dagen later en ik was vergeten de vlog af te sluiten. En ik wilde nog wel een paar dagen erbij vloggen. Alleen daar ben ik niet aan toegekomen. Dus dan kan ik beter een nieuwe video beginnen als zit er zo'n grote tijd tussen. Dus ik sluit bij deze video af. Ik hoop dat je het een leuke video vond. Ik zou het leuk vinden als je even een blauw duimpje omhoog doet op de video. En even abonneert op mijn kanaal hier beneden op de rode knop. En dan zie ik jullie snel weer.